Ja, oké. Okay. We praten zo meteen verder, want over files gesproken en hoe ze te verhelpen. In de sector hebben ze het over gigaliners of eco-combis, maar waarschijnlijk kan u zich meer voorstellen bij een monster- of supertruck, die typisch Amerikaanse mastodonten. Je ziet ze al rijden in Nederland en in een paar andere Europese landen en nu komt er waarschijnlijk ook in Vlaanderen een proefproject. De fans van de Ubertruck vinden hem economischer en ecologischer, maar de tegenstanders zeggen bepaald onveilig en een dieselzuiper. Riyad Bari. Maak kennis met de LZV, de lange, zware vrachtwagen. Ook wel gekend onder de noemer Eco-combi, Megatruck of minder flatterend de Monstertruck. Deze nieuwe generatie vrachtwagens is meer dan 25 meter lang en kan goederen tot 60 ton vervoeren. Daarmee zijn ze een stuk langer dan de gewone vrachtwagen en vervoeren ze vracht zwaarder dan die van een Boeing 737. Ja, ik heb een bijkomende opleiding voor moeten volgen en een examen moeten afleggen ook. Een opleiding van één dag en een examen van een uur mondeling ongeveer en een tweetal uren rondrijden. Deze Vlaamse chauffeur kreeg zijn opleiding dus in Nederland, want in Vlaanderen zijn de supertrucks verboden. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in. Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Krevits wil graag een proefproject voor deze vrachtwagens in Vlaanderen. Er is al een enorm traject afgelegd. Ik denk een dik jaar geleden zijn er duidelijke voorwaarden bepaald waaraan een proefproject om te rijden met lange zware vrachtwagens moet voldoen. Er zijn veiligheidsvoorschriften opgesteld. Er is een kader gemaakt van langs die wegen kan het wel, langs andere wegen kan het niet. Er zijn honderden trajecten bezorgd. Die zijn allemaal gescreend door onze eigen administratie. Screening is nodig, want de lange zware vrachtwagens hebben heel wat tegenstanders. Ze zouden onveilig en milieu-onvriendelijk zijn. Onzin volgens Febiac, dat is de Belgische Federatie van de Auto- en Tweewielerindustrie. Met zo van die lange vrachtwagens vervoer je meer vracht met één vrachtwagen. Dus op gebied van milieu zijn die voertuigen zeer duidelijk een absoluut voordeel. Bovendien, op veiligheidsgebied hoeven we ons ook niet te veel zorgen te maken. Dergelijke voertuigen beschikken over meer wielassen, meer wielen, meer remmen. Dus op dat gebied, op gebied van remafstanden en remvermogen, doen zij net zo goede prestaties als de vrachtwagens die we tot nu toe kennen. Dus ook op dat vlak hoeven we ons echt geen vragen te stellen. In het Vlaams parlement vinden we een aantal coole minnaars van het project, zowel in de oppositie als in de meerderheid. Je ziet mijn hele grote vrachtwagen. Vrachtwagens zijn sowieso veel gevoeliger op vlak van verkeersveiligheid, gewoon door hun hoedanigheid. Als zij ongevallen hebben, is dat meestal met zware gevolgen. Als je de lijn doortrekt naar de extra lange vrachtwagen of de supertruck, ja, dan implementeer je een groot risico. Dus dan moet je zien dat je daar de nodige maatregelen voor neemt. Op vlak van verkeersveiligheid moet zo'n proefproject absoluut waterproof zijn, absoluut waterbestendig. Ik begrijp dat Febiac dat zegt. Hè. Zij kunnen daar een kostenbesparing mee doorvoeren. Ze kunnen besparen op bijvoorbeeld zeg maar, inzet van personeel, dus chauffeurs. Die vrachtwagens maken meer toeren, verbruiken meer brandstof. En als ze niet ideaal beladen zijn, hebben we meer vervuiling dan twee enkelvoudige vrachtwagens. En intussen staan we met z'n allen elke ochtend in de file en zitten onze ringwegen potdicht. Tel daar nog wat monstertrucks bij en de vrees bestaat dat onze wegen nog meer dichtslippen. Bovendien valt de impact van een reeks 60 tonners op het wegdek niet te onderschatten. De maximale laadkracht van de supertruck is 60 ton. Als je die dingen over de wegen stuurt, dan is de impact daarvan wel enorm. Mij lijkt dat niet evident, maar ik ben geen technicus. Ik heb er alleen grote vragen bij. Aanwezig op de ringwegen, waar de congestie nu al zo hoog is, moeten we daar nog extra transport, zwaar transport bij zetten. En dat de deur open is voor gevaarlijke situaties. De spits in Amsterdam en Rotterdam is even drukker in Antwerpen, misschien wel drukker zelfs, dus dat is ook geen enkel probleem. Voorlopig liggen er nog zo'n 6 testtracées op tafel. Opvallend is dat ze nagenoeg allemaal richting Nederland gaan. Internationaal dus. Tot op vandaag nogthans niet toegestaan door de Europese Commissie.
Maar ze rijden al tussen Zweden en Denemarken. Ik zou het anderzijds ook wat gek vinden om een proefproject te doen in Vlaanderen en dan te moeten ontkoppelen aan de grens. En dan net over de grens mogen ze dan terug rijden. Dus dat lijkt mij ook een beetje Kafka. Kafka of niet, de commissie is duidelijk. Het mag niet. Nieuwe vrachtwagens betekent ook meer goederentransport over de weg. En dus is er minder vracht te vervoeren over het spoor en via het water. De supertruck heeft dus al heel wat vijanden. Of wie uiteindelijk ook over onze wegen zal daveren, blijft afwachten. Ja, professor Van Elslander, wat denkt u als u dit ziet, een schoon ding? Of het schoon is, is één zaak. Of het efficiënt is, is een andere zaak natuurlijk. Er zijn een aantal aspecten aan die zeker moeten worden bekeken. Er zijn een aantal genoemd, ook in het filmpje. Verkeersveiligheid, milieuprestaties moet je zeker ook gaan bekijken. Maar ook de economische efficiëntie toch is toch ook belangrijk. Ja, wat betreft die ecologische overwegingen, één is beter dan twee kleiner. Wat denkt u? In principe is dat ook zo. Er zijn een aantal testen die inderdaad gekoppeld aan beladingsgraden tonen dat het niet altijd zo is. Maar in de meerderheid van de gevallen kom je toch beter uit, ecologisch gezien, met één grotere truck die meer kan vervoeren dan met x aantal kleinere trucks. Ondanks het grote dieselverbruik? Ondanks het grotere dieselverbruik kom je globaal, als je de twee of meer trucks zou gaan samentellen die je anders zou hebben, toch nog beter uit. Ja, heel belangrijk argument natuurlijk, zeker als zoveel auto's op de wegen rijden. Het zou gevaarlijker kunnen zijn. Wel, of het gevaarlijker is, valt te bezien, ook uit die piloottesten nog. Maar ik kan me in alle geval voorstellen dat met goede technologie, door de hoekspiegels enzovoort, je heel wat problemen kunt vermijden. Mm-hmm. Bovendien haal je ook hier weer twee of meer kleinere trucks van de baan door één grotere truck. Dus in principe is de kans dat één van die trucks een ongeval veroorzaakt dan automatisch kleiner. Ja, blijkbaar is er ook zoveel aversie tegen dit project dat er zou kunnen komen. Ja, omdat ook het vervoer over het spoor of over het water hierdoor in het gedrang kan komen. Concurrentiële motieven. Dat is een van de mogelijke gevolgen die zou kunnen optreden. Het hoeft weliswaar niet zo te zijn. Er zal altijd wegverkeer, vrachtverkeer nodig zijn over onze wegen. Er zijn nu eenmaal bepaalde bestemmingen die je niet op een andere manier kunt bereiken. En ook al gaat het maar om het laatste stuk van een bepaald traject. Er zijn ook bepaalde goederencategorieën die wellicht nooit of toch niet snel die andere modi zullen gaan nemen. Omwille van snelheid, omwille van efficiëntie, omwille van bereikbaarheid enzovoort. Dus je hebt een aantal soorten goederen die typisch altijd met een vrachtwagen zullen worden vervoerd. En dan kun je maar beter overstappen op een type vrachtwagen dat inderdaad beter presteert op een aantal indicatoren. Ja, dus misschien toch wel oké volgens u? Er zitten zeker mogelijkheden in.